Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar Anders Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4 Stedelijk Leven. En zoals je ziet is Elise weer verder aan het gaan met haar boek. Ze is weer lekker aan het schrijven. En vandaag gaan wij verder met Stedelijk Leven. En doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Voor meer Sims video's en andere leuke video's. In ieder geval, ze is vandaag alleen thuis. Chrissy die is naar haar werk. Zij werkt natuurlijk, ze verveelt zich nu een beetje. Maar ze is ook gepromoveerd trouwens. Ze werkt bij de social media. Ja, hoe noem je dat? Ze werkt niet bij social media. Maar ze doet de baan sociale media. Social media, ja, wat maakt het uit. Ze werd gepromoveerd vandaag naar activeringsaapje. Dat gebeurde ineens voordat ik de aflevering begon. Ze was hartstikke mooi. Maisie heeft op school Kees ontmoet. Ook allemaal hartstikke mooi. En ze gaat nu eventjes hard studeren. Ik weet niet of ze daar zin in heeft. Maar ze maakt maar zin. In ieder geval, Elise die is dus bezig met haar, ik weet niet hoeveelste boek. In ieder geval weer met een boek. En ze is daar bijna mee klaar. En dat vind ik hartstikke fijn. Dus we gaan haar eventjes nog verder laten gaan met het boek. En dan is ze hopelijk straks klaar. En dan kunnen we daarna bijvoorbeeld eventjes de stad in of zo. Kunnen we eventjes wat leuks gaan doen. En wat ik ook nog steeds wil doen. Oh, het boek is af, jongens. Wat ik ook nog steeds wil doen. Is Chrissy ten huwelijk vragen. Of dat ze het andersom doen. Nou, in ieder geval dat ze zich gaan verloven. De kwaliteit van het boek is normaal. Dat vind ik best wel jammer. Want ik wil eigenlijk een goed boek schrijven voor de levensdoel. En Macy is alweer thuis. Oh, en Christy ook. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan in ieder geval even dit boek verkopen. Ja, hun zijn allebei alweer thuis. Joh, ik wist helemaal niet dat ze nu al thuis zouden komen. Christy is ook al thuis. Oh ja, dat klopt, want het is 3 uur. Wat Chrissy nog wel als doel heeft, is 25 volgers hebben. En ik denk dat ze daarna weer promotie kan krijgen. Dus dat gaan we gewoon even doen. We gaan even onze social media status bijwerken. Dus even weer een tweetje plaatsen of een Instagram of een Facebook berichtje. Eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat het wel natuurlijk, want dat is social media. Dus dat gaan we nu doen. Het is wel een hele korte dagelijkse taak. Ik bedoel, ben je echt in 10 seconden heb je dat gedaan. Dus dat is hartstikke mooi. En we hebben nu 40 volgers in totaal. Wat ook heel mooi is. En nu hebben we dit bereikt. Kijk eens aan. Alles is weer helemaal mooi. Dus Chrissy gaat nog eventjes verder met haar gitaar oefenen. Oh, er wordt gebeld, jongens. Er wordt gebeld. Hoi meisje, wie zou het leuk vinden als je lid zou worden van Bladeraars? Wat denk je ervan? Nee, bedankt. Waarom de Bladeraars? Dat trouwens, ik doe eigenlijk niks meer met die groepen. Maar dat zouden we eigenlijk op zich wel kunnen doen. Met die clubs. Want bijvoorbeeld Elise is wel heel erg bezig met boeken. Dus op zich zou ze daar wel lid van kunnen worden. Ik weet niet of ik het ga doen, maar het zou in ieder geval wel kunnen. De Musical Symphony, dat was toch een club van mij? Wie zit er daar nu allemaal in? Oh, nog maar 2 mensen. Dat was een club van mij volgens mij. Ja, maar in ieder geval, ik ga het nu niet doen. Maar dat zou dus wel kunnen. Hoe is het met Macy? Die staat te douchen. Hartstikke leuk. En zij gaat daarna eventjes wat eten. Of nou ja, dat hoeft eigenlijk niet per se. We kunnen ook gewoon eventjes zeg maar, de stad in en dan daar eventjes wat gaan eten. Hier, als zij nou even de gitaar meeneemt, kan ze misschien nog voor Foy gaan optreden. Dat is ook wel leuk. We gaan even met z'n allen de stad in. Ik weet niet waarheen. We kunnen eventjes naar. Ja, het maakt eigenlijk niet zoveel. Nou ja, ik moet nog steeds voor Christy. Moet ik nog voor haar levensdoel iemand leren kennen in een ander district. Maar ik weet niet in welk district ik nog niet mezelf heb voorgesteld. Dus we gaan vandaag naar het modedistrict. Volgens mij ben ik daar nog niet echt geweest. Of wel? Ja, ik ben er wel geweest. Maar volgens mij hebben we daar ons nog niet voorgesteld aan iemand. Ik weet het niet zeker. We gaan het gewoon even bekijken. Elise nemen we mee. En natuurlijk onze dochter Maisie. En let's go. Nou, we zijn in. Ja, nou dit dus. Bij de karaokebar. En hier kan je dus ook wat eten halen. En dat gaat Maisie nu even doen. Ze gaat aubergine eten, want ze is een vegetariër. Dus ik moet geen vlees gaan eten, zoals vorige keer. Toen had ik volgens mij een eierrol besteld. Maar ze mogen blijkbaar ook geen ei als ze vegetariër zijn. Maar ze zijn niet veganistisch, dus op zich zouden ze wel eieren mogen eten. Dus ik weet niet wat daar precies mee aan de hand is. In ieder geval, Chrissy moet zich even voorstellen nog aan iemand. Deze man kennen we al. Deze man kennen we ook al, dus daar kunnen we ons niet aan voorstellen. Wie is dit? Tetsu Yoshida of zo. I don't know. We kunnen ons wel even aan hem voorstellen. Ik weet niet of we dan ons levensdoel nu eindelijk gaan voltooien. Nee, dat meen je niet. Oh, ik heb me blijkbaar al in deze buurt aan iemand een keer voorgesteld. Ja, potverdorie. Dat wist ik niet. Nou, dan moeten we eigenlijk weer even ergens anders naartoe. Ik wil wel eventjes Christy eventjes laten zingen. Even een rockliedje. Heter dan de zonde. Nou, we gaan eventjes 1 liedje hier zingen bij de karaokebar. En dan gaan we daarna. Oh, ze is boos. Oh jeetje.
Oh, nu niet meer, oké. Okay. En dan gaan we daarna eventjes naar een ander district om ons nog eventjes voor te stellen aan iemand. Anders gaat het helemaal fout. Zo, we zitten hier met Fatima, Akira en hoe heet deze mevrouw? Geen naam. Oh ja, Erika. Erika dus. En we zitten te kletsen, nou helemaal leuk. Wordt hier ook viool gespeeld door Anaya, ook hartstikke leuk. En Maisie zit lekker haar eten op te eten met de stokjes, wat volgens mij niet helemaal goed lukt. En we worden gebeld. Ik moet echt even het huis uit, ga je mee eten? Nee, sorry Roos, die ook dood is. Wordt echt alleen maar uitgenodigd door geest altijd, echt niet normaal. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen verder. Jeetje, Maisie heeft een heerlijk alternatief op vleesproducten ontdekt. Wie had ooit kunnen denken dat iets als vlees kon smaken zonder dat er echt vlees in zat? Nou, blijkbaar smaakte de aubergine naar vlees. Ik heb geen idee waarom. Maar hoe gaat het met het zingen hier bij Christy? Oh. Volgens mij gaat het wel goed, toch? Oh, ze is ook weer klaar met zingen. En May Houston, die staat hier... staat hiernaast. Nou, we gaan wel even met haar kletsen, nu ze toch naast ons staat. Oh, waarom wil Christy alleen maar boze interacties doen? Ik bedoel, dat gaan we niet doen, hoor. We gaan niet boos doen tegen deze arme May. Dat is ook niet leuk. Nou, oh, nu is ze ineens weer verveeld. Nou. Het zal wel. We gaan even naar een ander district. Want ik wil gewoon even dat doel voltooien. Van mezelf voorstellen in drie verschillende districten. Dus hopelijk zijn we bij de kunstdistrict nog niet geweest. Ik weet het niet zeker, maar we gaan het hier even proberen. Dus ja, we gaan naar het kunstdistrict. Nou, we zijn nu in het kunstgedeelte. Dus ik ga even, iemand zoeken om me aan voor te stellen. Oh kijk, we kunnen hier ook optreden. Oh, dat kan niet, want we hebben nog geen niveau 4 van de gitaar. Oh, dat is nou weer jammer. Dus er zitten ook al duiven hier. Duiven die zijn wel nieuw, toch? In Stedelijk Leven. Volgens mij wel. Ik heb nog nooit eerder duiven gezien. Maar er moet eventjes iemand komen waar we ons eigenlijk kunnen voorstellen. Oh, hier staat weer zo'n doos. Vorig jaar hadden we dat ook. En dan konden we dan allemaal dingen uit... hadden we dan iets in gevonden of zo. Wat is dit? Een poster pakken. Oh, blijkbaar zitten er posters in dit ding. Dat wist ik niet. Ik weet niet eens wat het is. Eén binnenstad buiten door angstie. Oh, we hebben blijkbaar een poster gepakt. Nou, leuk. En wat is dit? We gaan even dit bord lezen. Reclamebord, natuurlijk. Diamanten zijn voor Sims. Bla bla bla. Ja, oké. Okay. Nou, als je het wil lezen, moet je de video maar eventjes terugspoelen en op pauze zetten. Ik vond het niet heel interessant. We moeten ons even voorstellen aan iemand. Aan wie hebben we ons al voorgesteld? Aan deze mevrouw. Hoe heet ze? Femke. We gaan het even proberen. Kijken of we ons al eens aan haar hebben voorgesteld. Oh! Oh, we hebben het doel al voltooid. Of niet? Jawel. Hè, oké. Okay. Nou, en nu moeten we alleen nog één keer iets bij een voedselkraampje bestellen. En dan hebben we dat allemaal voltooid. Dus dat gaan we even doen. Oh, hier kan je producten kopen. Nee, dat wil ik niet. Ik wil eten bestellen. Oh, wat is dit allemaal? Tahine, merguez, brochette. Zijn dit nou ook echt recepten dan, zeg maar? Bestaan die echt? Want ik ken het echt allemaal niet. Of is het gewoon iets verzonnen? Ik heb geen idee. Laat het even weten als jij het weet. We gaan merguez eten. Zo. En dan hebben we ook weer een nieuw recept leren kennen. Dat is ook hartstikke fijn natuurlijk. Oh. Oh, die muziek. Oké. Okay. Ik weet niet waarom die muziek zo helemaal moest. Maar dat moest blijkbaar. Oh nee, ga nou eten. Jeetje, die mevrouw daar moet echt de bek houden. Die Noah. Potverdorie, wat een... wat een geschreeuw. Even kijken. We hebben nu in ieder geval dit dus voltooid. Ik word echt, oh, sorry. Ik word echt gek van het blair. Even kijken. Nu moeten we nu volgende keer nog vuurwerk afsteken op het Humor en Hippigheidsfestival. Nou, dan moeten we dus een keer naar dat festival gaan als dat een keer is. En een bellenblazer gebruiken. Nou, dat moeten we gewoon eventjes wachten tot er weer een keer een festival komt. En dan komt dat vanzelf helemaal wel goed. Waar is... Oh, hun staan hier samen. Wat zijn hun hier nou weer aan het doen? We gaan even vragen hoe de dag was. En interesse bespreken. Helemaal leuk. Ondertussen zit Chrissy lekker haar nieuwe gerecht eten. Hebben hun geen honger dan? Nou, Elise heeft wel een beetje honger. Dus misschien moet Elise ook eventjes wat gaan eten. Elise gaat brochette eten, jongens. Ik heb geen idee wat het is. Maar we gaan dat gewoon eventjes eten. Waarom niet? En waarom zit deze mevrouw in haar badpak? I don't know. Chrissy heeft nu 2 van de 27 recepten ontdekt. Nou, dat is nog niet heel veel. Dat kan natuurlijk wel wat meer. Maar dat komt vanzelf allemaal wel goed. Kijk hoor, we hoeven niks meer voor ons werk te doen. En we kunnen nog... ja, nee, dit kunnen we nu ook niet doen. Dus we hoeven nu eigenlijk eventjes niks meer te doen. We gaan eventjes dan maar ons kind omhelzen. Ja, waarom niet? Dat kan natuurlijk toch ook. Oh, gaan we dat nou doen of niet? Nee, we gaan wel met haar kletsen. Nou, dat vind ik ook goed.
Even, oh, we gingen er toch wel omhelzen. Nou, wat gezellig, wat schattig. We gaan even een complimentje ook geven. Ook allemaal wel leuk. Favoriete band bespreken. En waarom zit deze Femke met ons mee te praten? Ik heb helemaal geen zin in die Femke. Oh, ze gaat gelukkig ook al weg. Elise heeft nu ook 2 van de 27 recepten ontdekt. Nou, helemaal leuk. Wat ik nu wil doen... Het gaat gebeuren hoor, jongens. Het gaat eindelijk gebeuren. Ik wil heel graag dat ze nu zich gaan verloven. Dus ze gaan eventjes handje vasthouden. Even een beetje romantisch worden. Dat is wel zo leuk. Hier ook even een diepgaand gesprek voeren. Ja joh, doe maar gewoon. Kijk, een liefde. Kushandje geven. Maar wie moet wie vragen? Ik ga Elise Christy vragen. Dus Elise die gaat Christy zeg maar vragen. Ik weet niet waarom, maar dat ga ik gewoon doen. Ik heb er zin in, jongens. We gaan eindelijk weer een keer trouwen. En dan kunnen we dus gaan trouwen in dat park. Wat dus speciaal bedoeld is om te trouwen. Dus dat is hartstikke leuk. Ik heb er nu al zin in. Oh, we gaan nu ineens sexy doen of zo. Nou, dat is niet de bedoeling. Over wangstrijken kunnen we nog even doen. We gaan nog even zoenen. En dan gaan we er daarna ten huwelijk vragen, jongens. We gaan het nu doen. Liefde. Aanzoek doen. We gaan verloven, jongens. Het is eindelijk zover. Macy, kom kijken hoe je ouders gaan verloven. Het gaat gebeuren. Oh, ze gaat echt helemaal op de knieën. Oh, wat een mooie ring. Wat een mooie ring. Nou, moet je niet even kijken? Oh. Nou, ik weet niet of ze nou echt keek, maar oké. Ze zijn verloofd, jongens. Het is gebeurd. Elise en Christy zijn verloofd. Dus binnenkort komt er weer een trouwerij aan. Hartstikke leuk, natuurlijk. Nou, ze zijn wel helemaal aan het zoenen en zo. Dus ze zijn helemaal blij, volgens mij. Hartstikke mooi. We gaan nu in ieder geval naar huis, want ik zag al dat Macy heel erg moe was. Dus dat gaan we even doen. We zijn verloofd, jongens. En binnenkort gaan we dus hier trouwen, in dit park. Weide van Mishuno. Want daar staat een speciale trouwboog en zo. Is heel mooi. Dus dat gaan we binnenkort doen. Maar voor nu gaan we weer eventjes naar huis toe. We zijn thuis en Elise die zit op de pratende wc. Oh, wat gebeurde daar nou allemaal? Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurde. Maar wil je nog iets tegen de wc zeggen? Oh, is ze nou aan het flirten met de wc? Voor mij was ze aan het flirten met de wc, jongens. Adoreren, we kunnen de wc adoreren. Nou, dat vind ik wel een beetje flirten als je iemand adoreert. Nee, het is niet echt flirten, maar wel een beetje toch? Kijk nou wat leuk. We kunnen ook de wc een mop vertellen. Nee, Elise, kom terug. Ik wil dat je de wc een mop vertelt. Oh, nu kan het ineens niet meer. Nou, dan doen we wel een vriendelijk praatje. En dan kunnen we daarna hopelijk weer wat vertellen. Oh ja, we kunnen een mop vertellen. Ja, dat moeten we natuurlijk wel even doen, hè. Dat is wel echt een live call. Om je wc een mop te vertellen. Dat kan je nu ook doen. Alleen, dan gaat de wc denk ik niet iets terug zeggen. Maar oké. Okay. We hebben zelfs charisma niveau 7 bereikt. Ik wil nooit meer zeeslag met jou spelen. Jouw torpedo's verstaan altijd mijn hele vloot. Oké, daar snap ik nou echt de ballen van. Dat zal wel. Ik weet al wat zeeslag is, maar geen idee wat hij daar nou mee bedoelde. Wat kunnen we nog meer doen? Ja, voor de rest niet zoveel. Ja, we gaan de wc gewoon nog een keer adoreren. Wc, ik hou van je. Dit moeten we trouwens eventjes weggooien. Dus dat gaan we nu nog eventjes doen. Dat moeten we even buiten. Nee, dat moet je buiten weggooien. Vuilnisbak leeghalen, dat moesten we doen. Hier, en dan gaan we het hier door dit vuilnisluik gooien, zeg maar. En dan gaat het zo door de muur naar buiten. En dan ligt het buiten op de grond. Nee, als het goed is gaat het naar beneden. Maar ik weet niet hoe dat kan, want de muur is maar heel dun. In ieder geval, we gaan nu lekker slapen. We hebben met de wc geflirt. We zijn verloofd. Nou, we hebben van alles nog wat gedaan. In ieder geval, dit was weer de aflevering voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond... Oh, hij staat weer in de pauze. Oh nee, is er weer een monster... Er is weer een monster. Nou jongens, ik ga dat nog even fixen. Maar bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.